Dag beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Digging Up The Pest. Vandaag ben ik met Boy. Hey Boy. Gezellig. Hey. Waar kom jij nou vandaan? Ik ben ook yes vandaag. Nou, en we ons, zijn goed ingepakt. Ja. Ja, zie je het. Ik niet. Dus Stef is ook mee. Jij niet, nee. Hij is een beetje underdressed, maar... Maar ja, we gaan er weer voor. We gaan weer lekker zoeken op stort, hè? Ja, noem maar. Dus we gaan even zilver op de munt vinden. Vorige keer hadden we. Goud. Ik ga voor goud vandaag. Ga je voor goud? En zilverfolie, niet vergeten. Zilverfolie, zilverfolie. Dus ga maar, denk ik. We hebben nou lang genoeg geweest. Ja. Sorry, ja. We staan er bij de boers even binnen. Ja. Nou, dat duurt wel even voordat jij uiteindelijk weer buiten bent. Nou, maar hartstikke gezellig. Oké, kom weer eerst, Vondst. En we zijn begonnen. We gaan weer lekker zoeken. En veel vinden. Dit is geloof ik weer, hè? Ja. Oké. Dan doen we weer in het zakje. Op het labeltjesveld. Ja. En Stef. Wat vond Stef nou? Wat vond je nou? Een munt. En wat voor munt? Een duitje. Een duitje. Oké. En ik vind hem ook mijn eerste lepel. Een mooi, mooi signaaltje weer. 23. Ah, een stukje lood. Ja. Ja, maar hij klonk zo mooi. Ja, het kan dus ook een stukje lood zijn. Ja, een wafelijstertje. Ja hoor. Inderdaad, mooi. Je vindt weer speelgoed op het speelgoedveldje, hè? Ja. Ja, een wafelijzertje. Mooi, hè? Ook speelgoed. Godverdorie, wat leuk, boy. Ja, die had ik ook nog niet. Hoi. Geinig. Een wafelijzer. Was ik leuk. Ja, weer een mooi signaaltje. Ja. Een ring, gordijnring. Ja. Weer een lepel, hè. Weer het in de lepel. Wat? Ah, dat meen je niet. Sta je nou weer op voorsprong? Zeker. Oh. Waar heb je, waar is hij? Die ligt niet best. Oh, is dat een zilveren? Ik heb geen idee. Hij vindt het zilveren rijden. Ja, het is zilveren. Kijk, mooi hoor hij. Mooi hoor. Zilveren plak weer. Ja. Godverdikke me. Zilveren munt. Mooi. Hoppakee. Hey. En hoe vaak zijn we nog geweest zoeken op dit veldje? Nou. Hij vindt de zilveren munt. Het is niet de eerste keer dat we op dit veldje lopen. Nee. Gelijk? Ja. Hey. Dat is een andere koek. Dat legt er even goed wel. Ja. Zeg hier. Open dus. Oh. Dat is ook een ornamentje, een dingetje. Oh, gooi maar in de bak. Oh. Heel erg mooi signaaltje. Achter elkaar mooie signaaltjes. Een zegellootje. Ja joh. Weer een Jan Prins. Zegellootje. Ja. Leuk. Hoppa. Oh, dat is een gesp. Ja. Hier zit er. Dat is een gesp. Koper. Koper mooi. Weer. Koperbakken. Ja. Koperbakken. Ja, dat zal wel weer. Dat is niet compleet. Ja, leuk. Hier heb ik ook weer een mooi signaaltje. Ik ga maar even gelijk eventjes ook eruit halen. Ja.
denk een muntje. Het is iets kleins. Oh, het is een pijpenvroetertje. Ja. Ik weet het niet. Het lijkt op een pijpenvroeter. Nou ja. Hè? Ja, maar je knoop toch kwijt? Als ik mijn knoop kwijt? Hoezo? Oh, een porseleinen knoop. Ja, en zo'n dingetje. Dat zal wezen. Ik denk een pijpenvroetertje misschien vroeger. Ja. Misschien weten de kijkers het. Ja. Geen idee. Zo, we gaan eens even het programmaatje even veranderen. Want, even kijken. Dit is je detectknop. Hè? En die had ik altijd op deze staan. En hier, deze wil ik 4 kHz. Dus nou hè, kan je dus hier naar switchen met deze knop. Want, ja, kijk. Ja. Dan gaat hij daarheen. En dan gaat hij weer naar 4 kHz. Dus kan je nog even een dubbel check doen. Ja, dat is zoals hij is. Oké. Okay. IJzer, ik heb lood. Is ook leuk om te filmen, IJzer en lood. Ja. Jammer. Weer een mooi signaaltje. Ah, bestek. Stukje lood weer. Lood. Zijn er veel puin weer? Zo, wat een scherf, ja. Ja. Pijpen, steeltjes, er zit weer van alles in. Hè? Ja. Geen zilver. Geen zilver. Stukje lood. Ja, ik vind dit, dan denk ik ook, ja, wat is dat? Of zo. Ah, het is koper. Ja, ik snap wat je bedoelt. Misschien de bovenkant. Kijk. Van een kraantje misschien. Niet door en door. Gewoon kraan. Ja. Een tuutje van een kraan. Ja, zoiets. Ja. Geen idee. Welke? Deze? Oh ja. Ja, maar het zit er wel. Er zit wel wat bij, hè? Ja. Je hoort hem wel veranderen, hè? Hij zet in alle vier, hè? Ja. Wat had ik? Nou, maar dit is gewoon, je weet het niet, hè? Nee. Je weet het niet. Het kan zomaar een stukje koper zijn. Ik bedoel lood. Het is wel rond, hè? Het is wel rond. Dat is het hem. Dat is hem wel. Hij lag weer diep. Ja. Een ringetje. Nou, ik weet niet wat voor ringetje. Ja. Is het een kalf? Hey, een pink. Pink in the brain. Pinky in the brain. We gaan even tijd voor een peukje, dus. Tijd voor een peukje hoort er ook bij. Oké, dan gaan we wel even mooi met z'n drieën zo netjes doen. Ja, maar gewoon zo gaan we toch slingeren. Maar kijk, dit is dat die munt voor je gevonden. Wow. Waarom vind ik dit nou nooit? Nee, maar op een stuk die we al gezocht hebben. Ja, kan je nagaan, hè? Dat je nog... Ja. Dat zijn ze, hier doe je het voor. Maar komt dat niet omdat het al heeft geregend? Zou dat niet daar nog kunnen komen? Maar het is relatief droog, hè. Kijk, dat veengrond, tenminste, dit soort grondjes, het trekt alles in één keer weg. Omdat het natuurlijk een beetje vettig is, vettige grond. Ja. Waardoor het niet absorbeert, dus het blijft kurk droog. Maar het heeft daar niet mee te maken, denk ik niet. Want het verdwijnt zo de bodem in. De grond is hartstikke droog hier. Het maakt niet uit hoe hard het regent. Echt. Ja. Ja. En mijn moeder is dus ook bij. Die ja. Staat hier al. Die staat al in. Dat is mijn moeder. Is dit je moeder? Oh jongens. Ja. Nou, maar tot de volgende vondst. Hoe komt dat jij nog zo schoon bent? Dat is even de vraag. Maar rest doet niks. Ah, oké. Okay. Ik vind ook niks. Nee, ik heb niks gevonden. Ja. Ja, ik heb die. Ja, ik heb nog wel... even, en dan is, nog even, en dan is mijn titel kwijt. Dan gaat hij in mijn plaats staan. Ik heb nog wat lood ook. Ik heb ook een. Ook weer, laat eens die platen zien. Van waarde voor je, ook zo'n plaat.
zien. Beetje, wat maar ik denk dat dit gewoon troep is. Ja, dat is ijzer. Ja, deze is. Het is niet meer zoals het was. Ook een stukje hier. Weer bestek. Ja. Ja, dat zal wel niet zo zijn hier ook. Ja, goh. Wat en die muntjes dan? Ja, die muntjes heb ik hier altijd in zitten. Laten we eens even zien dan. Geheim. Ik heb even mijn handschoenen aan. Van je peuken, wes? Zitten in het tussenvakje daar, ja. Kijk eens even. Kijk eens even. Die eencentjes zijn nog wel. Oh ja, eencentjes. Ja. Ah, dat is niks. Maar deze, je dus, ziet hier nog wel iets. Een duit. Duitje. Ja, hè? Dat ja. Dacht ik al. Ah, nou, ah, leuk, leuk, leuk. Ja, is beter als het. Toppie. Oké, dus nu gaat het echt beginnen. Ja. Ik zoek. Hoeveel targets hier gewoon bij elkaar liggen. Normaal zit je altijd snel te zoeken, maar hier ligt om de 30 à 2. Hey. Wat? Oh. Dat is niet goed, hè? Ja. Ah, in ieder geval om de 2 à 3 meter is een target. Oké. Okay. Een lepel. Geen idee. Dat lijkt een beetje, het ziet er een beetje uit als zilver. Help je veel scherf hier. Ik denk dat het een stukje zilver is. Zilver? Ja. Nee. Tijdje? Ja. Even tikken. Tikken, waarom? Hij loopt een beetje spitsig, hè? Maar hij is niet scherp. Nee. Hij is niet... Hij loopt... Wat er al is, ijzer. Ja. Wel apart. Maar ja, is zit er wat. Ja. Hoe krijg je dat gewoon normaal? Wat zit er nou? Ik weet het niet. Is het niet gewoon op? Geen idee. Het is wel apart. Meenemen. Hoe krijg je dat goed? Zo zwaar. Hamertje tikken thuis. Erop. Hm. En kijken of, iets nog op zit. Straks is het misschien wel wat. Ja, je hebt gelijk. Wat heb jij, boy? Wat is dit? Boot. Ja? Hey. Jezus, moet je kijken wat hij eruit trekt. En een zeugelbootje. In één baantje? Ja, één baantje. Zit er nog wat op? Lijkt het zo. En wat is dit voor een zeugelbootje? Ja. Nog. Boy gaat wel erg hard vandaag. Ah, ik weet het niet. Nou? Nou. Weet je hoe mooi. Ja, dat is een gesp. Ja, ik dacht. Hij zat er echt zo bij. Weet je wel, zo in de grond nog. Ik denk. Ja. Sorry, vals alarm. Nou. Een gesp, jammer. Ik wil er ook één. Wat heb je gevonden, Stef? Een gouden munt. Een gouden munt? Nee, grapje. Pas op, hij waait weg zo niet. Willemsend. Nou, oké. Ja. Leuk. Ik kwam hoog aan op deze. Dat is goed, dat is goed. Misschien heb ik ook hier een muntje. Ja. Zo. Hé? Scharnier. Ah ja, een scharnier. Ja.
Ah, lood. Ja, maar... Nou! Maar kijken. Spannend. Hey, maar als je deze pinpointen kwijtraakt in het gras, die vind je niet meer terug, hè? Snap je? Inderdaad. Ja, ja, ja. Een groene pinpointen, ja, het is een beetje een apart geval. Ja, wat het nou was, mijn pinpointer is stuk gegaan en die kwam van AliExpress. En ik vraag hem toen gisteren aan Wes, mag jij een pinpoint, een extra pinpoint hebben? Zegt hij, ja, dat kan niet. Ja. Ik zeg, hoezo? Ja, want Boy, die heb ik ook nodig. Ja. Toen dacht ik, shit, ik heb geen pinpointer. Dus ik snel op Marktplaats kijken. Ja. En toch maar, toch eentje gevonden. Ja, ja. Voor, nog geen 25 euro. Ja. Dus hartstikke top. En hij doet. Nou ja, deed het. Waar is hij nou? Ziet er al uit. Ja. Dat is geen topding, maar ja, goed. Iets dan niet, want nou, ik had toch net signaal. Kijk, einde mond. Alweer één? Ja. Ik heb er weer geen één vandaag, Stef. Ik moet weer. Jullie hebben allemaal al munten. Ik heb een pechdag vandaag. Ja, er zit er nog één, hoor. Nee, dat is niet. Nee. Kijk maar even met de pinpoint. Ik dacht dat ik nog even twee moet gezien. Nee. Ja, eindelijk heb ik weer wat. Oeh. Dat is een mooie oude zegelloot weer. Ja, zeker. Wat is dit nou eens? Wat is dat dan? Dat is geen ijzer. Nee. Het is wel zwaar. Het is een beetje hetzelfde als dat palmboompje. Ja. En was dat in de vorige aflevering? De vorige aflevering? Ja, 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 ja. Nou, twee afleveringen verder. Ja? Terug? Ja. Oh. Ah. Zwaar, hè? Ja, ja, ja. Het is weer iets van... Zwaar, ja. Het is echt wel zwaar. Het is geen ijzer. Nee. En het is versierd. Ja. Er zitten wat dingen op. Ja. Zou het een speelgoed piano kunnen zijn? Nee, dat lijkt me niet. We hebben de wafelijzer al gehad, dus... Ja. Nee, ik weet het niet. Weet hoe dat is? Nou, dan moet ik even kijken of mensen het weten. Misschien weet iemand die nu kijkt. Ja. Dus. Laat even achter in de commentjes. Yes. Kijk, heb ik hem. Hé, wat? Kijken. Ah, niet weer een zilveren munt, ja, toch? Het is geen zilver, het is wel een muntje. Wat is dat nou, jullie, met je muntjes? Ik heb nog steeds geen munt. Verdorie. Oeh. Leg die mis. Ja, zit jouw eerste, tenminste, na die zilveren, eerste echte koperen munt? Ja. Oké, dan ligt het niet echt helemaal, hè? Wat hebben we, een duitje? Ja, duitje. Ja, maar dat is ook vergaan. Ja. Je moet echt van die zilver hebben, boy. Ik denk het wel. Dus, nou, trek er nog maar wat zilver uit. Ja, dat gaan we doen. Oké. Hey, ik kan ook zeggen dat ik een muntje heb gevonden, hè? Ja. Godziemieke. Oh, is dat een munt? Ja, in de koek. Wat is dit? Een knoopje. Zo? Ja, dat is een knoop. Staat er nog wat op? Lijkt wel, hè? Ja. Nu mijn borsteltje. Ja, nou ja, dit is ook alles wat me gegund wordt vandaag. Oh, zeker mooi. Ja. Heel gaaf. 17 eeuws. Ja. Misschien wel 16. Je weet het niet, hè? Nee. Leuk. Ja, ik kan hem wel. Ik neem hem wel mee. Gesp. Gesp, Wes. Gesp. En een stukje lood. Ja. Ik heb nog een duitje, Wes. Zo. Verdomme. Ja, jongens, het is echt kut. Ik vind helemaal niks. Geen munten. Oh, als ik film, is het altijd lepel. Jammer. Nee? Ja, weer een lepel. Heb je ook een probleem met mij? Hè? Heb je ook een probleem? Oh ja. Ben jij ridder? Moet jij geridderd worden? Nou, kom eens. Buk even dan. Hier bij ridder ik je op. Hoe gaat het eigenlijk? Nou ja, je bent geridderd. Hey, mooi, je bent geridderd. Ja. Mooi, hè?
Weer een zegel of zo. Ja. Weer een zegeltje. Nog eentje. Dat is wel mooi. Nog leesbaar. RNL 41. Met een wapen. Met een leeuw. Nederlands. Een zegeltje erbij. Toppie. Wat zei je, Esther? Dat is volgens mij niet zomaar iets. Ja? Wat zie je dat? Oh ja. Versieringkie. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Naar welke kant? Maakt niet uit. Nou, doe maar die andere. Die is wat zachter, ja. Of een ornamentje. Leuk, hè? Ja, ik weet niet wat het is. Nee, ik ook niet. Het is koper. Lood. Het is lood. Versierd lood. Dat is apart. Ja, leuk ding. Ja. Apart. Apart. Een stukje lood. Is dat nou misschien ook zo'n stukje? Nee. Nee. Veel troep, hè? Veel ijzer. Maar even uit hoor. Heb je even. Hè? Oh, wel munt. Ja, hè? Muntje? Ja. Nou, leesbaar zeker. Ja, Willem cent. Okay. En Willempie. Kijk. Ah ja, en servies. Kinderserviesje. Ja. Kinderserviesje. Alleen jammer van de hendel als hij in tech was wel leuk geweest. Ja, leuk. Ja. Gaat lekker. Wat haal ik nou weer uit de grond? Tja, hier is zoiets vaags. Geen idee. Nee. Zij, boy. Het zal wel een kraantje wezen. Ook van een kraantje? Hier kan Asje doorheen. Oké. Versiering. Ja. Mooi object, Wes. Ja. Mooi vondst. Ja, mooi vondst. Ah, ringetje. Een deurtje. Leeuwencent. Ja, dat kan je nog een beetje zien. Jawel. 19. Oh, 1878. Ik zeg altijd 19. Dat is 1878, boy. Oh, dat is netjes. Een leeuwencent. Dat leeft. Hier, scheppie. Alsjeblieft. En al bijna. Oh. Ah, ik zie het al. Zie het al. En vrij recente. RVS bout. Mooi vondst. Mooie vondst. Wat een droogloot die stoken. Ik zie het hoor, bestek. Ja. Verdikke me. Mooi vondst. Meer? Ga ik even kijken? Nee, dat was het. Ja, nou, nog meer. Ja, ik weet niet wat jullie allemaal doen, maar. Hetzelfde gaatje. Ja, hetzelfde gaatje, wat de fuck. Nog een beetje.
Hier weer zo'n ding. Oh mijn god. Hebben jullie die ook al gevonden? Nee. Ja. Haha. Heel mooi zegellood. Nee, maar echt mooi. Het is een grote. Kom maar kijken, Stef. Oh, ja, maar dan ben ik het kwijt. Leuk. Mooi zegellootje. Nou, we hebben net even gegeten. Ja, moet je kijken hoe ik eruit zie. Ja. Dit veldje is klaar. Er zal nog wel wat liggen, want ja, hè. We hadden dat stuk natuurlijk ook knap uitgekampt, dachten we. Dan ga je er toch op een andere hoek, ga je er overheen. En dan vind je weer dingen. Dus ik denk, zoekend die kant op. Ja. Zoekend? Zoeken. Grappig gezicht. Maar ze weten het, dat ze het land af moeten of zo. Ja. Zeg hem meestal, als er één schaap over de dam is, volgen er weer, maar dit zijn toch koeien. Ja. Dit zijn toch koeien. Tom, tom, tom. Maar ze weten ook waar ze heen moeten, hè? Ja. Je blijft vinden. Ik heb hier een balletje. Dat is altijd heel leuk om uit te pakken. Een muntje. Hoppa, weer een munt. Had je weer speelgoed, boy? Hey, een katrolletje, denk ik. Een katrolletje, oh. Ja. Ja, katrolletje. Leuk. Nou, er komt nog meer bij. Ja, dat is een, die paard. Oh, ja. Vorige keer hebben we 14 gevonden. Ja. Ja, en al mijn muntjes, maar die heb ik al gauw gepakt. Ja? Oh. Ik hou jullie voor gemeten. Wat de kleren waar. Mooi signaaltje. Muntje. Een zinkermunt. Ja, oorlogse 10 cent. Zink. Uit de oorlog. Kijk mooi. Vroeger, in de oorlog, hadden ze al dat koper nodig voor munitie. Oké. Dus dat koper werd vernietigd, die munten. En toen kregen ze dit als tijdelijk geld. Oké. Kon je in de oorlog kon je er gewoon mee betalen. Maar ja, koper hadden ze nodig voor kogels maken en zo. Moest vet van munitie gemaakt worden. Dus dat is een beetje het verhaal van de koperen. Ja, koperen centen, koperen munten. Ja. Een patroon. Ja. Dikke patroon. Vliegtuig. .50, nog, ik heb geen idee. Misschien weet een kenner dat, zeg maar. Ja, een dikke kogelpatroon. Een stukje rotzooi. Het is een dingetje. Is het nou lang? Nee, hè? Het is niet lang, hè? Nee. Maar dit hebben we wel helemaal gedaan daar. Toch? Nee, dat was hier. We zijn nooit verder geweest. We zijn alleen dit stukje gedaan. Wel. Maar we zijn nooit erachter dit geweest. Toch? Echt? Met die drone en al. Was dat niet dat veldje hiernaast? Nee. Oh, dus we hebben het wel gedaan. Oké. Die zeggen wachten, jongens. Zo, die hebben toch partij kloten? Ja! 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 Oh, hoi.
Hey. Vanochtend is de helft hier ingegaan en nu de andere helft. Oké. Okay. Dat is twee schipjes. Ja. En dan wordt dit vet, eiwit, lactose. Oké, oké. Hetzelfde dan alles wat hier in de bouw. Ik ga even kijken hoe je dat. Stress? Vol aan de gang, vol aan de gang. Ja, ja, ja. Ja. Oh. Dus. En moeders is er heel erg aan het. Nou, niet op 128, maar dit is de allerbeste koe. Dit is de allerbeste koe? Ja, en de mooiste. Ja. Die witte? Ja. En dan kun je zeggen, wat is dan mooi, hè? Ja. We hebben hier een mooie lijn. Hoog. Is lang. Met een heel diepe rib. Ja. Zeg maar, we moeten krijgen een voel voor een keer. Het zijn hier in het ook wel. Ja? Ja. En hij is vol, hè, weer? Ja, geweldig koe. Ja. Sterk. Ja? Wel. Zeldzame koe. Ja. Ja, die 130 hier. Moet je kijken hoor. Ja, 130. Nog meer koeien. U zoekt en u zal vinden. Zijn vinger, je vinger moet je doen, je vinger. Ja, en dan moet je even dichtbij en dan gaat hij sabbelen. Ja. Eigenlijk moet je dat met die kalfjes doen. Die gaan helemaal erop los. Die gaan er helemaal op los. Als je vinger doet, nou. Open wes. Nee? Nee. Ik heb wel eens opgezeten, gepakt. Wat is het? Apart, hè? Zo zwaar. Ja. Nou. Hij zit dus... Hè? Kom, laat me even zien, Oh, wat mooi. Mooi, hè? Of een, ja, een tegel. Tegel, ja. Van de boerderij die hiervoor stond, denk ik. Ja. Ik vind het ook iets aparts. Oh, ja. Allemaal scherven weer. Kijk. Kijk hoor. Vind je nog wat leuke dingen liggen? Take 2, hè? Take 2. Take 2? Nou, dat was hem dan weer. Heel leuk zoekdag met Digging Up The Pest. Samen met Boy en... De Goldigger. De Goldigger. De Goldigger. In ieder geval, ik hoop dat jullie... Ook geen zilver. Nee. In ieder geval, ik hoop dat jullie het filmpje leuk hebben gevonden. En doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer even. Ja. Want daar doen we het voor. Daar doen we het voor. Dan kunnen wij leuke filmpjes blijven maken. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, in ieder geval tot de volgende keer. Dan gaan we weer terug natuurlijk. En dan is het gras ook weer gemaaid, want je hebt het zelf gezien natuurlijk. Hoog gras. En mooi, gefeliciteerd met je zilveren munt trouwens.
Hey. Top, hè? Hey. Mooi, hè? Mooi. Ja, zeker mooi. Nou, jullie hebben me zo gezien in het filmpje, dus... In ieder geval, tot de volgende keer!